Mijn naam is Henk Koning, ik ben anesthesioloog, pijngeneeskundige. Mensen komen bij me als ze langdurig pijn hebben die ernstig van aard is. Wij zien met name mensen die langer dan 3 maanden last hebben van hun pijnklachten. En de grootste groep bestaat toch uit mensen met bewegingspijn, onder andere hielpijn. Als iemand met hielpijnklachten bij ons komt, dan voeren we een gesprek waar we naar de klachten vragen. Daarna doen we een lichamelijk onderzoek en kunnen we specifiek kijken waar de pijnklachten zich bevinden. Dan volgt met de mensen een gesprek over hoe we deze klachten kunnen aanpakken. Wij kunnen als anesthesioloog kijken wat de oorzaak is van de hielpijn. Groot gedeelte ligt in de voet, maar er is ook een gedeelte die last hebben van irritatie van zenuwen naar de voet. We kunnen kijken of daar sprake van is en die kunnen we nog eventueel behandelen. In het algemeen kunnen we het behandelen met medicijnen en we zouden het kunnen behandelen met een zenuwblokkade. De oorzaak van hielpijn ligt op verschillende terreinen en juist eigenlijk van terreinen van verschillende specialisten. Zodat het toch belangrijk is dat verschillende specialisten naar de patiënt kijken.